De tip van deze maand gaat over kruisverwijzingen. In grote documenten, zoals handleidingen en verslagen, staan nog al eens teksten als zie afbeelding 3 of voor meer informatie zie pagina 25 of bekijk het hoofdstuk puntje, puntje, puntje. Zulke teksten kun je natuurlijk gewoon typen, maar als dan het document wijzigt en er komen bijvoorbeeld pagina's of hoofdstukken bij, dan klopt het niet meer. Als je nu een kruisverwijzing gebruikt, heb je daar geen omkijken naar en kun je het zo bijwerken. Ik ga even overschakelen naar een voorbeelddocument om het te laten zien. Dit is een voorbeeld van een jaarverslag. Stel dat ik op deze plek een verwijzing zou willen maken naar een afbeelding. Nou, dan zul je dus eerst aan Word moeten doorgeven wat voor een afbeelding dat is. En dat doe je in Word met een zogenaamd bijschrift. Ik ga dus eerst een bijschrift maken bij de afbeeldingen. Ik loop even naar beneden. Hier zie je een voorbeeld van een afbeelding. Deze heeft geen bijschrift. Ik klik op de afbeelding om die te selecteren. Ik ga naar het tabblad Verwijzingen. Ik kies voor bijschrift invoegen. Dan kan ik hier kiezen wat voor een tekst, afbeelding, figuur, tabel, wat het dan ook is. Ik kan hier aangeven wat voor een soort nummering. Ik krijg hier een eentje te zien. En als ik nou zeg oké, dan zie je dat er onder die afbeelding een bijschrift komt. Ik heb nog meer bijschriften hier. Hier bijvoorbeeld. En helemaal aan het eind heb ik een bijschrift hier waar ik ook nog een tekst achter heb gezet. Nu ga ik terug naar de plaats waar ik dat bijschrift wil neerzetten. Hier. Typ even een spatie. En ik zeg vervolgens dat ik wil verwijzen naar dat bijschrift van een bepaalde afbeelding. Ik kies voor in verwijzingen kruisverwijzing. En nou is het belangrijk dat ik hier aangeef waarnaar ik wil verwijzen. Dat is in dit geval een bijschrift van het type afbeelding. Dus ik kies afbeelding. En dan zie ik hieronder welke afbeeldingen er allemaal een bijschrift hebben. En dan kan ik bijvoorbeeld verwijzen naar deze. En dan is dit ook heel belangrijk. Heb je hier staan hele bijschrift, dan zul je zien dat hier komt te staan afbeelding via memo's. Ik maak het even ongedaan. En als ik hier zeg kruisverwijzing, ik wil verwijzen naar dit bijschrift en ik wil alleen maar de tekst afbeelding 4 hebben, dan maak ik hiervan alleen naam en nummer. Meestal zet je er dan nog een tekst bij. Zie afbeelding 4 puntje. Wil ik verwijzen naar een hoofdstuktitel of een paginanummer van een hoofdstuk, dan is het belangrijk dat ik in mijn document gebruik gemaakt heb van kop 1, 2, 3 enzovoorts om het document in te delen. Dat is in dit document gebeurd. Dit is bijvoorbeeld een kop 1. Dit is een kop 2. En als ik naar beneden blader, dan zie je hier bijvoorbeeld ook weer een nieuw hoofdstuk, een kop 1. En dat zie je hier bijvoorbeeld ook weer. En zo is dit document heel duidelijk opgebouwd. Oké, ik ga weer even naar deze pagina toe. En hier wil ik nou bijzeggen dat mensen dat kunnen vinden in het hoofdstuk met de titel Financieel Overzicht. Ik ga hier dus weer een kruisverwijzing maken. Verwijzingen, kruisverwijzing. En dit keer verwijs ik niet naar het bijschrift afbeelding, maar verwijs ik naar een kop. Welke kop? Nou, hier zie ik dan vervolgens alle koppen staan die in dit document voorkomen. En dan kan ik zeggen, ik wil verwijzen naar deze kop, financieel overzicht. Hier geef ik weer aan wat ik wil hebben. Ik wil graag de tekst financieel overzicht, dus de tekst van de kop hebben. Dat noemt hij hier koptekst. Invoegen. Sluiten. En je ziet, het komt hier te staan. Je typt daar nog eventueel je extra tekst bij. Zie het hoofdstuk financieel overzicht.
vind dat echt ziek typen. Stel je voor dat ik ook zou willen zeggen op welke pagina dat hoofdstuk staat. Dan ga ik hier nog even een spatie achter typen en een extra kruisverwijzing toevoegen naar een kop en wel naar deze kop. En ik verwijs niet naar de tekst van deze kop, maar naar het paginanummer waar deze kop staat. En dan zet je daar meestal bij op pagina 2 bijvoorbeeld. Sorry. Zo maak je kruisverwijzingen. Waarom zijn kruisverwijzingen nou zo handig? Nou, stel je voor dat ik zeg van ik ga mijn teksten aanpassen en dit wordt een andere tekst. En ik maak hier bijvoorbeeld een pagina-einde extra bij, waardoor het ook niet meer komt te staan op pagina 2, maar het is inmiddels pagina 3 geworden. Je ziet, dit is nog niet bijgewerkt. Dat gebeurt niet automatisch met kruisverwijzingen, maar dan moet je tegenwoordig zeggen, werkt dit document bij? Dat doe je door alles van het document te selecteren. Dat kun je het handigste doen met Ctrl-A, de Ctrl-toets en A. Alle tekst is dan geselecteerd. En vervolgens klik je met je rechtermuisknop in die tekst en zeg je dat je de velden wilt bijwerken. En je ziet, dan staat er financieel aangepast overzicht en ook de 3 is bijgewerkt. Dus als je met kruisverwijzingen werkt en je past naderhand je tekst aan, Ctrl-A, rechtermuisknop velden bijwerken. Je mag in plaats van rechtermuisknop velden bijwerken ook op F9 drukken. Doet precies hetzelfde. En je document is weer helemaal up-to-date. Tot zover de tip van deze maand. Tot de volgende maand.